De grootste VVD-denker van de vorige eeuw was Frits Bolkestein. En die liet zijn politieke toespraak schrijven door... Geert Wilders. En Geert Wilders laat zijn politieke toespraak schrijven door Martin Bosma. Schuiven we door naar het politieke middenveld. Een Pechtold. Nou, die kon speech. En al die speeches waren geschreven door... Felix Klos. En dan gaan we naar de voorhoede, de progressieve voorhoede en een beetje terug in de tijd. De beroemdste toespraak van Wim Kok was natuurlijk die waarin de PvdA zijn of haar ideologische veren afwierp. En ja, je moet helemaal geen last hebben van beginselen en zo. En die toespraak is geschreven door de vrouw van een partijgenoot. Dat was Bram Peper, die partijgenoot. En die vrouw was... Nelly Smet-Kroes. VVD. En die werd gelijk daarna erelid van de VVD. Want ja, zij trok de PvdA het gedachtegoed van de VVD binnen. Gaan we naar de linkse voorhoede. De Jessias vanzelfsprekend. Die denkt internationaal. Dus die betrekt zijn toespraken van de... Van de schrijvers van de toespraken van Obama en Trudeau. Dus je heeft alleen maar een vertaler nodig. Dan zijn er ook nog jongens die het helemaal zelf doen. Baudet schrijft zelf. En dan denk je, Jezus, God almachtig. Ja, dat krijg je dan nog van. Dat krijg je dan nog van, ja.